In deze video ga ik je uitleggen hoe je een ik en jij steekje maakt of een blind steekje. En dat is een handmatig steekje. Ik doe dit nu met een relatief dikke draad, zodat je goed kan zien wat er gebeurt. Maar normaal gesproken kies je hiervoor gewoon het garen wat je gebruikt om je naaiprojecten te naaien. Ik begin hier zo, ik steek hem in hier zo aan de onderkant. En dan schuif ik hem er zo tussen totdat ik hier niks meer zie. Dan ga ik hier aan de onderkant één steekje oppakken. En dan steek ik hem schuin opzij, ongeveer een halve, drie kwart centimeter. En dan steek ik hem weer van onder naar boven. Op het moment dat ik hem aantrek, wordt hij hier heel klein. En als het goed is, zie ik aan deze kant niks. Dit is een heel klein pitje. Nu zie je dit omdat dit een andere kleur is. Maar normaal gesproken zou je dit dus niet zien op het moment dat je met de goede kleur garen werkt. Dan steek ik weer recht over. Pak ik weer één draadje op. Ik ga weer schuin opzij. Steek hem weer van onder naar boven. En ik trek hem weer aan. Ik steek recht over. Ik pak één draadje. Ik ga schuin opzij en ik trek hem weer aan.